AFC tegen Turkiumspor. AFC Amsterdam is op jacht naar de titel in de hoofdklasse. En Turkiumspor is sinds de dood van oud-voorzitter Imaç het geloof een beetje kwijt. Bovendien kondigde trainer Simon Kistemaker deze week aan dat hij per direct opstapte. De 20-jarige Iskender Aydemir op het doel bij Turkiumspor omdat vaste doelman Atam Koroglu geschorst is. Bij AFC eigenlijk hetzelfde probleem. Stefan Veenboer op het doel, 19 jaar. Hij vervangt de geschorste Edwin van Holten. De wedstrijd kwam moeizaam op gang en de spanning dus bij debutantkeeper Iskender Aydemir. Geeft hier weliswaar de verdediging de schuld, maar had vele afspeelmogelijkheden. Eerste kans van de wedstrijd voor Ilya Tiran uit de vrije trap, maar Stefan Veenboer weet hem te keren. Hoofdtrainer Tondu Chatinier nu op de bank, hij is geschorst en wordt vervangen door Mo Saoudi. De verre trap dan van Stefan Veenboer. Tom Klobers kan er niet aankomen en de terugspelbal wordt veruit getrapt door zijn collega Aydemir. En dan mag Leslie van Dams bij Turkiumspor doorgaan op doelman Veenboer af, omspeelt hem en zorgt voor de 1-0 in de 21ste minuut. Turkiumspor op voorsprong tegen AFC. Vlak voor rust de vrije trap van Cabeza, maar die gaat naast. En zo blijft het bij rust dus 0-1 voor Turkiumspor. Was het warm en af en toe slaapverwekkend. In de tweede helft de vrije trap voor Tiren en de prima redding van doelman Veenboer. AFC probeerde het wel in de tweede helft, kreeg wat mogelijkheden, maar miste de geblesseerde spits en topscorer Ruben Wilson. Mauri Cabeza hier dichtbij de gelijkmaker, maar Trivković weet van de lijn te redden. Turkiumspor vandaag met 9 Turkse spelers. Edwin kan hier doorgaan. Coronel probeert hem bij te houden, omspeelt hem goed, maar dan is de redding van Veenboer nuttig. Het blijft wel 0-1. En dat zou ook de eindstand zijn, want Mauri Cabeza krijgt dan weliswaar de laatste kans, maar hij schiet de bal over. En zo gaat de 10e ontmoeting verloren voor AFC tegen Turkiumspor. Een 0-0 had op zijn plaats geweest. Was dat ook jullie uitgangspositie om een punt te halen vandaag? Ja, een puntje pakken en dan gaan we gewoon weer verder. Je moet lekker op tweede, derde gaan staan en dan op een gegeven moment op de laatste dag gewoon lekker winnen en kampioen worden. Ben je dat nou? Ja, vind ik, dat heb ik met Hollandia ook altijd gehad. Lekker tweede, derde staan op het eind van de rit kampioen worden.